Ja? Het is mijn tijd! Het is mijn moment! Let's go! No power! Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Mywin en wij zijn nu bij de nieuwe woning. Woo! Let's go! We hebben er zin in vandaag. En we gaan jullie echt iets heel erg vets laten zien. Gisteren hebben we daar al van een klein stukje gefilmd, maar nu gaan we de rest filmen. En ja, er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren. En het mooie is dat we hebben net even een test gedaan. Een PCR-test. En die test die was nodig om in Amerika te komen. Je moet niet alleen gevaccineerd zijn, maar je moet ook nog een PCR-test doen. PCR, ik weet het niet precies. Maar we hebben het net gedaan. We krijgen vanavond de uitslag, dus het is nog wel echt een hele spannende dag. Marvin en ik hebben geen klachten, nergens last van. Maar stel voor vanavond is een van ons positief, mogen we niet naar Amerika. Dus dat is nog even afwachten. Maar we hebben ons in ieder geval getest. In de mond en dan in de neus. Voornamelijk uit de wang. Ja. Ben je klaar voor? Dan gaat hij nu nog in de neus. Wil je links of rechts? Rechts. Ja? Oké. Okay. Ja. Blijf maar een beetje zo zitten. Ietsje naar beneden. Ja, helemaal goed. Een beetje ontspannen. Dus ja. Een beetje weerstand bij je. Maar hier is hij. 1, 2, 3. En terug. Gaat het? Ja hoor. Is er wel heel goed bij van nou, als er niks aan de hand is, weet je wel. Nou, we hebben op zich al redelijk vaak test gedaan. Ja. Een beetje gewend. Een klein beetje gewend. Hoppa. Helemaal goed. Nice. Laten we even een kijkje nemen. Ik ben echt rete benieuwd. Want we horen alweer van alles op de achtergrond. En er wordt ook hard gewerkt, kan ik jullie vertellen. En je weet al helemaal als er hard wordt gewerkt, als er een Dixie hebben staan met toilet. Ja, maar wij hebben ook gewoon een wc. Ja, klopt. Maar ja, de deur zit natuurlijk wel op slot. Ja, dat is waar. Dus en ja, ze kunnen natuurlijk in de tuin doen, maar dit is wel netjes. Dit is wel beter. Zo, kijk eens even. Ik weet niet wat hier allemaal precies staat. Jeetje, wat is dit veel piepschuim? Oh mijn god, waar is dat voor, die piepschuim? Kijk hoeveel. Nou, dan moeten we even vragen. Maar ze zijn in ieder geval weer van alles aan het doen. Waaronder het zand weghalen en storten. Dus dat zal ik wel even laten zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, er verandert een heleboel in een dagtijd. Ongelooflijk. Kijk eens eventjes. We hebben hier zo dus tegen de grens van de buren hebben we een keerwand gedaan. En die keerwand is nodig omdat ja, hier wordt studio gebouwd. Oh, kijk hoe smooth dat eruit ziet, hé. Jeetje, ja, die man is echt een professional. Ja. Kijk hoe smooth dat gaat. Even duimpje omhoog. Ja. Geniaal. Kijk, zo dicht bij de Porsche. Ja, zo dicht bij de auto. Dat was wel naar, een beetje als nagels over een schoolbord zo. Maar hier de voorsleutel, dus die kunnen we ook eindelijk even wegzetten. Ja, wat we dus nu moeten doen is we gaan de auto eventjes wegzetten. En we gaan even de motoren wegzetten. We gaan de scooter wegzetten. En alles wat in de schuur staat moeten we opruimen. Ja. Want geloof het of niet, maar als wij in New York zijn, tenminste als het doorgaat, daar gaan we vanuit. Dan als we terugkomen is de hele schuur weg. Ja, maar we gaan vanmiddag ook al zien dat het een beetje gesloopt wordt, hè? Oh my god! Ah, eindelijk! Ja, dat wordt echt zo vet. Dat wordt echt super nice. Dus werk aan de winkel en ja, wij gaan een stukje motor rijden. Want wij gaan serieus de motoren gaan we wegbrengen. Ja, het is toch winter. Tenminste, het wordt winter. En in de winter zijn we niet van plan om te gaan rijden. Dus dan ja, laten we het voor wat het is. En dan als het mooi weer wordt, pakken we de motoren weer uit de garage. Dus dat wordt echt super nice. Dus ik heb al thermokleding eronder aan. Maar wauw, dit is echt heel erg nice om te zien. Echt heel erg nice. Kijk eens even, jeetje mina. Oh my god. Ze hebben die bomen hebben ze helemaal in mootjes gehakt. Kijk eens even. Jeetje. Wow, ik dacht ik trek dit er even af. Maar dit is zo ziek. Oh yo. Ik weet niet waarom ik dit doe, maar ik wil gewoon even iets breken. Maar dat lukt me geen eens. Oh my god. Even hier overheen lopen. Als dat lukt. Oh yo, het is glad. Oeh. Let's go. Kijk eens even. Dames en heren, hier komt dus de studio. Echt super dik. Oh, kijk dan. Er komt weer een hele vrachtwagen vol met zand. En dat zand wat in die vrachtwagen zit, hebben we dus nodig om hier neer te leggen. Want dat is dus de basis, de fundering van de studio. Holy moly.
En dit is dus al het zand wat ze eruit hebben gehaald, wat dus niet bruikbaar is als ondergrond. Dus ja, dat wordt gewoon verspreid, zeg maar, verder in de tuin. Maar jeetje, Mina. Oei, oei, oei. Oeh. Gruwelijk. Ik denk dat ik hier even in ga staan en dat jij een foto gaat maken van mij. Ja, kan ik hier lang lopen? Ja, je kan daar gewoon staan. En dan spring ik hier erin. Ik weet niet hoe ik eruit kom trouwens. Ja, met die kraan. Met die kraan. Moet ik in de kraan hangen? Oh my god. Hier, wil je mij eens filmen? Want dan pas kan je zien hoe diep en hoe groot het eigenlijk is. Het is echt niet normaal. Ik moet niet mijn sleutels kwijtraken. Echt niet. Oh, shit. Mijn hele voeten erin. Hoppakee. Nu zie je pas hoe groot het is. Hè? Ja, het is echt mega. Oh jee, hij gaat zand op jou gooien. Over me heen. Even kijken of je eruit komt. Ja, in één keer springen. Ja! Huppatee! Holy shit. Nice. Dit is echt zo sick. Dit is fijn, hè? Ja, dit is echt super fijn om te zien. Ja. Oh, eindelijk kunnen we jullie kijkers ook iets laten zien, hè? Ja. Eindelijk. Jee. Echt een groot ding vind ik dit ook, hoor. Bizar. Ja. Maar ik ben wel blij dat we de Porsche gaan weghalen. Ja, dat gaan we meteen even doen, denk ik. Nu is het daar vrij. Oh, nou, oh shit. Gaat die lukken? Oh my god. Er is nieuw zand. We hadden eigenlijk het iets eerder moeten doen. Oh, ja. Ja, ik mag weer helpen. Moeten we de Porsche niet nog even wegzetten? Dat kan nu niet meer. Wow. Hey, gaan we erop? Jij kan er even zand erin gooien. Ja, mag ik zand erin gooien? Oh, perfect. Ik ben handig. Oh, dat vind ik prachtig. Dat vind ik mooi. Hoppakee. Kijk eens hem. Je weet ongeveer als hij werkt, of niet? Zo, nee, ik weet niet helemaal hoe die werkt. Maar ik heb wel met de kleine gespeeld, maar niet met de grote. Hetzelfde. Is ongeveer hetzelfde, hè? Oh mijn god, ze vertrouwen hem weer veel te veel, hè. Moeten nu in één keer zand gaan scheppen op die kraan. Klaar voor? Ik ben er wel klaar. Ik vind het spannend, hè? Ja, ik vind het echt spannend. Wow, er zitten ook gewoon camera's en zo hier. Alles schatje. Zo, dat was een goede schep, hè? Hey. Jij komt net niet bij de buren. Papa! Hoppakee! Hoppa! Dat is echt ziek, hè? Hoe ook... joh, niet zo hard. Oh, sorry. Oh, dit is zo mooi. Yes, baby. Dit is echt een beetje zo'n jongensdroom, hè? Oh, dit is... ik wist niet dat dit op mijn lijstje stond van ooit gewoon een keer gedaan hebben. Kijk uit, hè, voor die muur. Ja, die schep. Oh, komt-ie. Nou, je doet het goed, hoor. Dankjewel, schatje. Oh, dit vind ik zo mooi, hè. Dit vind... Oh, joh, ik kan hier de hele dag op zitten. Dus laten we de professionals weer aan het werk. Ik denk dat ik het zo laat voor nu. Ja. Maar anders dan komen we nergens aan toe. Maar yes. Zo, dames en heren. Gaan we de motor eens eventjes gebruiken. En daar heb ik zo ontzettend veel zin in. En dan ook gewoon even met deze uitlaat onder. Het cola blikje. Dit wordt echt heel erg dik. Oh, dit geluid is zo gruwelijk, hè. En het is mooi, want hier om de hoek van mijn huis zit meteen een tunnel. Dus dan kunnen we meteen eventjes het geluid extra hard naar boven laten komen. Heerlijk. Dus we pakken eventjes de motorpak erbij. Zowel van mij als van Myron. Oh, dit blijft ook zo'n gruwelijk pak, hè. Die weegt wel veel trouwens. Helemaal knolpower. Alle sponsors erop en eraan. Geniaal. Echt super vet. Wat? Geniaal. Oké, we zouden dus nu op de motor weggaan om de motoren weg te brengen. Maar mijn helm, die ligt hier binnen. En ja, eigenlijk heel dom. Maar wij gingen ervan uit dat die bouwvakkers de sleutel zouden hebben. Maar die hebben ze niet. Dus mijn helm die ligt letterlijk daar binnen en die wil ik pakken, maar ja, ik kan er nu niet bij. Dus Enzo die gaat nu naar Zeist rijden, de huissleutels van deze woning halen. Yes. En dan kunnen we op de motor weg. En in tussentijd, want dat zouden we sowieso doen als we terug zouden komen, dan zouden we de schuur opruimen, maar dat ga ik dan nu alvast doen. Dus daar heb ik nu denk ik 20, 25 minuutjes voor. Dus dat scheelt dan straks weer wat tijd. Oeh, daar komt er weer een nieuwe bak met zand. Is toch geen zand?
Ja, dat gaat niet. Tot zo. Tot zo. Uitlaat. Scheisse. Oh, mijn god. Accu leeg of zo. Nee, nee, niet de accu leeg. Nee? Dit meen je niet. Wat hebben we? Wat hebben wij een pech, zeg. Maar pak mijn motor dan. Oh nee, want we kunnen nu sowieso niet rijden. Nee, nee, heel veel wachten. Even kijken of we dit kunnen oplossen. Snel. Gaat niks worden dit. Oh my god. Hoe kan dat nou? Oh mijn god. Heeft je god te lang stilgestaan of zo? Ja, ik denk heel eerlijk gezegd. Maar ja, daar kunnen we nu niks meer... Ah. Oh my god. Hé, hey, de dag begon zo goed. En nu hebben we dit. Die zat er net nieuw op. Ja. Oh mijn god. Oh, hè? Ik denk dat hij er nog gewoon op kan. Ja. Kijk, hij is helemaal niet afgebroken. Het gaat gewoon zo vast met een schroefje. Okay. Maar heel eerlijk gezegd denk ik dat je hem misschien even had moeten warm draaien toen hij aanging. Dat je even een paar minuutjes zou wachten. Maar goed, zo lang heeft hij ook niet stilgestaan. Nee. Nou, dan pak ik jouw motor wel. Ja, maar even heel eerlijk, dat heeft geen nut. Want... Ja, maar dat zien we dan wel, schat. Ja, ik weet het ook niet, schat. Maar nee. We moeten die motors hier weghalen. Ja, maar ik heb dan een beter idee. Ja. Dan halen we de motor nu gewoon even daar weg. Die zetten we bij Milan even in de voortuin. En dan bellen we een motorzaak en die moet dan die motors ophalen. Ja. Want die van jou gaat toch niet starten, dus we kunnen hem toch niet wegbrengen. Nog steeds met die van jou. Ja, maar die kan dan ook al mee. Oh ja, dat is waar. Ik denk dat dat beter is, want anders gaan we nu tijd verspillen voor niks. Ja. Oh, wat een gezeik. Wat een gezeur, zeg. Hoezo gaat hij nou niet aan? Ja, hij ging aan. In één keer. Hoi, hoorde je dat? Ja. Dat was dat lampje volgens mij. Nee, ik ga het niet doen. Dit is denk ik, hoe heet die, de startaccu of zo. Nou, dan halen we mijn motor even op. Ja, anders zet je hem even bij Milan in de voortuin. Oké, okay. Ja, hij is heet. Oh, het heeft ook geen zin om die helm en alles op te doen. Nee, oh, je hebt ook nog zo'n lekker buffy op. Ja. Oh, dit is zuur. Ik had zoveel zin om motor te rijden. Ik ook. Echt zoveel zin. Ja, en in eerste instantie al kut dat mijn helm binnen lag. En dan dit. Oh mijn god, het wordt ons niet gegund met de motor nu. Ja, het is wat het is. Ja. Oké, nou dan kijken hoe mijn motor het doet. Nou, daar gaat ie. Om de beide motoren even bij Milan neer te zetten. En ja, dan moeten ze opgehaald worden. Ja, die van mij in principe niet. Maar alsnog moet die winter klaargemaakt worden. Dus ja, dan kunnen ze beide misschien opgehaald worden. Ja. Balen. Oh, echt balen. Echt heel erg balen. Oh, we hadden beide zoveel zin om te gaan motorrijden. Ja, Maar je kan het dan ook zo bekijken, als het zo erg tegen zit, misschien is het dan beter dat we niet gaan motorrijden. Misschien. Misschien moeten we het zo bekijken. Oké, nou dan gaan we even de volgende dingetjes doen die we nog moeten doen. Ja.
Kan je je pak weer uitdoen? Goed. Oh, voor jou is dat zo kloten. Dat duurt zo lang, dat pak aandoen. Nee, joh, maar niet uit. Dat komt goed. Weten we nou al waar het piepschuim voor is? Nee, hebben we nog niet gevraagd. Ze zijn bij de bus ergens, of ze zijn even wat halen misschien. Holy shit, kijk dit. Holy moly. Woe! Gruwelijk. Oh my god, wat een lawaai maakt dat ding ook, joh. Niet normaal. Zo, zijn we even op visite bij de buurman. Zullen we even lekker een broodje aan het eten? Een broodje met vlokken. Dat heb ik lang niet gehad, hé, vlokken. Moet kijken ook wat voor vlokken. Ik heb geen idee, joh. Een of andere monster. Monstervlokken. Mm. Lekker, hè, bro? Ik was er gisteren, zag ik jou ook bezig met die kraan. Ja. Toen had ik een outfit had ik aan. Toen was je ineens verdwenen. Echt? Let op, ik zal me even pakken. Ik wil je helpen. Nu ben ik heel benieuwd wat er gaat komen. Ja. Ik heb geen idee. Hij mag straks nog wel even helpen. Ja hoor, we hebben nog genoeg te doen hoor, Milan. Nou, weet je wat wel mooi is? Straks gaat dus die schuur die gaat kapot gemaakt worden. Ja. Wat is de verbouwing? Ik wil het hele snel verbouwen. Ja. We zullen het hele snel verbouwen. Ja. Geniaal. Dus ik stond zo. En ik had, toen ik belde jou, toen had ik mijn ronde in zijn lijn. Ja, we zijn net weg. Oh. Ah, dat was shit. Jammer. Dat was jammer, ja. Ah, je kan straks, wel even mee hoor, want wij moeten sowieso die schuur dus nog weghalen. En ja, die man is zo super aardig, joh. Dus die wil gewoon dat ik ook zelf wat dingetjes doe met die grote kraan. Dus straks mag ik de eerste bovenkant van de schuur zeg maar beetpakken en kapot knijpen. Dus dan wordt wel echt super sick. Maar we moeten straks eerst nog even die schuur leeghalen. Maar goed, we gaan eerst even bij de buurman even lekker broodje eten. Lekker bruin broodje. Heerlijk dit. Ik sta nu dus hier in de tuin bij Milan. En het is echt best wel sick, maar... Check. Twee huizen daarnaast. De kraan is bezig. De hele tijd nog steeds met zand scheppen. De vrachtwagen met het zand. Leegt hij elke keer. Haalt hij weer ergens op. Leegt hij weer. Haalt hij op. Dus dat is gewoon de hele tijd heen en weer rijden. En ja, hij blijft maar gewoon dat zand dumpen totdat het vol zit natuurlijk. Maar best wel sick hoe goed je dat kan zien vanuit Milan's woning. En Milan zegt ook dat het super droog is. Want dan zit hij hier gewoon aan de tafel zit hij te ontbijten of wat dan ook. En dan kijkt hij uit zijn raam. En dan ziet hij elke keer zo'n kraan heel droog bewegen. Maar dat is wel echt heel erg sick hoor. Ik woon gewoon naast mijn broer. Besef dat eventjes. En dit is wel naar hè, aan deze tijd. Kijk, al die bladeren. Wat een troep hè. Hier het zwembad. Alle zitplaatsjes. Nou dames en heren, dan gaan we de schuur leeghalen. Want die wordt straks dus serieus gewoon gesloopt. En dat mag ik als eerste doen. Dat is wel echt super vet. Maar daarvoor moeten we natuurlijk deze prachtige chandeer even weghalen. Dus ik ga deze even verplaatsen. En dan gaan we de rest van de spullen hier die in de schuur staan, zijn er niet zoveel, gaan we even opruimen. En dan is alles leeg en dan kan het slopen beginnen van deze schuur. Maar goed, eerst even met de chandeer een stukje rijden. Oh, 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 stel voor de tuin is eenmaal af en er ligt heel veel gras, dan kan ik weer lekker gaan maaien. Want tot nu toe heb ik nog maar 1,8 uur aan tijd gereden met dit ding. Dus hij is echt nog spiksplinternieuw. Oh. Ik ga niet aan, denk ik. Hij heeft gewoon blijkbaar allemaal te veel stilgestaan. Spinnenweb daar erbij. Goed. Ik deed de camera uit en ik dacht ik probeer het nog één keer. En toen ging die natuurlijk aan hoor. Jongen, jongen, jongen. Maar let op, let op. John Deere laat me nooit in de steek. Nooit. Komt ie. Dames en heren. Wat is het ook een bruut ding, hè? Niet normaal. Zo geniaal. Ook die koplampen en zo. Ziet er gewoon ook echt vriendelijk uit, gewoon zo van de voorkant. Echt gewoon een vriendelijk gezicht. Nou, nu nog even de schuur leeghalen. Ja, en dan gaat het echt beginnen met het slopen. Oh, dat is zo leuk. Ik ben zo benieuwd. Ik denk dat het zo groot is ineens. Dat je echt denkt, wat een ruimte. Ja, wij hebben sowieso nu al heel erg, nu die bomen zijn weggehaald, van wow, wat groot in één keer. Extra groot, wat open. Ja, komt gewoon puur door die bomen. Zo vreemd, wat dat kan doen gewoon met alles. Oh, heb de kruiwagen weg. Oh mijn god. Nog wel. Hij zei al, ik zet het wel even.
Dit is geniaal. Kijk dan. Dit is wel echt geniaal. Wauw, alle dozen hierop en dan brengt hij het daarheen. Oh wauw, echt grandioos. Rutger en Stef die zijn hier even, want Rutger die heeft nog zo'n rupsding hier staan. Dus die komt hij even ophalen. Oh, bijna goal, bijna. Hier, hij maakt het even vlak. Dan gaan we even voetballen met de kraan. Dit is toch grandioos. Echt grandioos hoor dit. Ondertussen wordt daar alles plat gemaakt. Kijk, hoppakee. Bam. Gaan we even voetballen? Daar is het goaltje. Nou, gaan we even een goal maken. Hoi. Nog een keer. Oh. Wow. Dat voel ik het in je dek. Komt ie. Hey. Woe. Holy shit! Nou, bal is kapot. Ik kan ook niet meer voetballen. Oh mijn god. Kijk eens even, dames en heren. De grote klauw gaat eraan. En met deze klauw ga ik dus gewoon de schuur kapot knijpen. We hebben nu eigenlijk zo goed als alles hebben we eruit gehaald. Alleen nog één tafeltje en dan is het helemaal leeg. Kijk. Hoppakee. Ja, de rest wat hier staat kan gewoon allemaal weg. Holy moly, dit gaat er gewoon allemaal aan straks. Oei, oei, oei. Ook dit kleine kastje die is helemaal kapot en beschimmeld. En deurtje doet het niet meer. Dus dat kan allemaal weg. Dit is zo'n vakman. Hij gaat die piece pakken zonder hem kapot te maken. Kijk dan. Want die piece is zo zwaar, hè? Dat is niet normaal. Oh my god. Kijk dan. Oh, wat een baas. Wat een baas. Holy moly. Als hij nu valt? Als hij nu valt is hij helemaal kapot. Ja. Kijk dan. Ik heb de piece. Hey. Hey. We maken even omdraaien. In de basket. Wow, dat is geniaal. Piece. Hey. Gedaan. Dit is echt vet, hè? Oeh. Wauw. Kijk dan, hé. Dit is toch knap, of niet? Wauw. Holy shit. Daniel is er ondertussen ook bijgekomen. Hey. Net op tijd voor de sloperij. Ja, lachen. Kijk, 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 kijk. Oeh. Oeh. Oh, dit wordt dik. Om dit soort dingen te zien. Ja, slopen is altijd leuk. Ja, altijd leuk. Het lijkt me ook echt geniaal om gewoon dit beroep te hebben. Dat je gewoon alleen maar dingen mag slopen met zo'n machine. Oh my god, wat gaat hij doen? Hap, hap. Ja, maar volgens mij zit hier een bepaalde volgorde aan vast. Kijk dan. Ik wil eigenlijk gewoon met dat apparaat in één keer zo bam, zo erin, weet je wel. Ondanks van het dak, ik. Ik denk dat hij even een beginnetje maakt. Afvalstromen moeten ze doen. Dus je moet eerst dakbedekking, hout, dat moeten ze allemaal zeg maar apart doen. Ja, daarom kan hij het niet in één keer doen. Ah, oké. Okay. Want hij moet het wel een beetje scheiden, zeg maar. Ja. Wauw, dus dan is het ook gewoon nog eens echt heel erg precisie. Precisiewerk. Kijk hem vegen. Hop. Al het hout eraf. Oh! Oh my god. Nee! Wat nu? Nu ben jij in de beurt. Ja? Ja, het is mijn tijd. Het is mijn moment. Oh, let's go. Dit wordt echt gruwelijk. Ja, dit wordt vet. Nu mag ik hem verder slopen. Dit mag je eraf halen. Doe maar waar je zin in hebt. Nou. Goed.
Ik snap wel trouwens waarom je dit hier ervoor hebt zitten. Want als er ooit een keer hier iets tegenaan komt, dan ben je beschermd door die kooi. Kali! Go Angel! Gewoon het glas gesprongen. Hij is gewoon in elkaar gestort. Oh my god. Woe, komt ie! Oh, die muur. Kijk, 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 kijk. Nu moet het wel. Oh, gas erop. Normaal gesproken neem je kleine hapjes, maar jij beukt gewoon dat hele ding omver. Ja, hij zegt geen gang. Ja, nou dat heb je zeker gedaan. Maar ik probeerde dus serieus voorzichtig het dak eraf te trekken. Oh, je had het hele dak vast gewoon. Ik heb het hele dak vast. Ja, en het dak ging er niet af. Al dat water, hè? Holy shit. Ziek, jongen, niet normaal. Maar ze gaan nu proberen die wc weg te trekken daar, want dan maakt het niet meer uit. Ik ga nu proberen heel tactisch het dak vast te pakken en dan eraf te trekken. Maar tactisch, hè? Niet meer ruig zoals net, tactisch. Is goed, ben benieuwd. Komt ie hoor. En ze willen het duwen, zei hij. Hij wil het naar de andere kant hebben, maar ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Holy shit. Hoppa! Ja! Zo! Oh my god! Wow! Kijk die muur! Duwen! Je bent bang, hè? Oh, nu gaat hij tillen. Oh, hele dak. Wat doe je? Hey! Oh my god! Hey! Hij heeft het hele dak vast. Ja, we hebben nu een plat dak, top! Nu is hij gewoon bruut aan het beuken. Wow! Zie jij het? En zijn knoppen. Hoi! Holy shit. Gast! Holy shit. Hoe ging dat, hé? Oh, dit was zo mooi. Wauw. Je had dat hele dak vast, joh. Oh mijn god, de hele dak zo omhoog, joh. En ik dacht, niet normaal. Oh mijn god, stel voor, alles klap zo mijn kant op. Ja, maar ik ben nu wel heel erg benieuwd, want hoe jij het nu aanpakt. Even een paar halen zo, want dat even ziet kijken er wel... hoe een professional doet. Dan gaan wij weer veilig daar staan. Ja, maar dat ziet er wel wat anders uit, denk ik. Die jongen, weg met die scheur.
Ik heb er echt een uur van gemaakt. Holy shit, dat was ziek, of niet, bro? Je had ineens een plat dak. Ja joh, de kracht zit erop, hé. Oh mijn god. Maar ik heb het natuurlijk helemaal verschrikkelijk lelijk gedaan. Ja, maar ja, maakt toch niet uit. Is toch leuk? Moet je kijken hoe hij dat doet? Ja. Kijk dan. Hij legt het allemaal netjes neer. Kijk. Hij doet volgens mij binnen 5 minuten het hele huis schippen. Hier, kijk hoe het is gewoon een hand zo. Hier gewoon alleen dat stukje hout pakken. Kijk. Ja, die trek je er even tussenuit. Dan moet het hout bij het hout doen en steen bij steen. Echt ziek, hè? Ja, ziek. Dus ik heb er eigenlijk wel een beetje een puinhoop van gemaakt. Maar hij vond het zelf wel mooi, want hij zat zelf ook helemaal te filmen. Maar hij dacht echt, oh, dit is prachtig. Oh, hier palen bij palen. Oh, dit doet hij zo ziek, hè. Is echt zo knap. Beetje af, hoor. Ja. Hij draait ook met dat ding. Klopt. Het is echt gewoon een hand. Oh, mijn god, maar dit geeft ons zo'n fijn gevoel. Ja, dit is zo chill. Ja, echt zo blij mee. En dan gaan we naar New York, komen we terug. En dan is het echt al, dan is dit helemaal opgeruimd. Ja, dan is alles weg. Ja, dan is het gewoon kaal. Ja. Ja, en dan daarna beginnen met bouwen. Nee, eerst de kelder hier zo graven nog. Ja, maar ja, die studio die wordt dan uiteindelijk ook gebouwd. Ja. Kijk, en de reden waarom we natuurlijk achter beginnen, is omdat we gaan van achter naar voor toe. Ja. Want als we voor de garage maken, ja, dan kunnen we er niet meer langs. Nee. Ja. Ah, dit is zo nice. Het vergt wel veel geduld, hoor. Ja. Ja, ik denk als hij het zelf had gedaan, dan had hij al meteen soort van gesorteerd. Ja. Maar zo fijn. Maar hoe dat steen ook breekt, het lijkt echt gewoon Lego blokjes. Ja, kijk, pak een klein stukje uit. Oh, ik dacht niet. Oh, dit is mooi, dit is mooi. Kijk dan. Zo, hé. Hey. December. Ja, nog zo'n plaat. Nog zo'n plaat. Huppatee. De grote dingen zijn er nog. Ja. Kijk dan. Hoi, yo. Wat voor gemak, hè. Zo, hij legt het even neer. Alles voor die platen. Ja. Kijk dan. Dit is helemaal kaal gestript. Ja. Maar dit moet je ook gewoon leuk vinden om dan zo dat te slopen, lijkt me. Dit is ook gewoon heerlijk werk. Maar het is echt heel krap hoe hij daarmee omgaat, ja, met die besturing. Dat is niet normaal. Nou, dan hebben wij hier niks meer te zoeken, want we staan voor de ongelegen in de tent. Ja. Dus dan wordt dit allemaal nog gesloopt en dan gaan we er vandoor. Ja, sick. Echt genoten. Ja. Ook al deed de motor het niet, de dag is wel helemaal goed. Ja, super. Oi, oi, oi. Ik heb hem nog even heel erg bedankt en ook mijn excuses aangeboden voordat het nu zo'n rommel is. Want kijk, je moet je voorstellen, normaal gesproken maken ze het heel tactisch kapot. Dus dan doen ze eerst zeg maar de, hoe heet dat ook weer, de geluidsdichte schuim en zo. Isolatie. De isolatie halen ze eraf, dat leggen ze apart en dan maken ze, halen ze al die houten platen halen ze eruit, leggen ze apart. Dan pakken ze de stenen en ze weten ook precies hoe alles in elkaar valt of uit elkaar. En ik pak gewoon het dak op en ik maak hem 2 keer zo groot, die schuur. En alles valt in elkaar en uit elkaar. Maar hij stond er wel gewoon goed bij, dus hij controleerde het wel. Ja, zeker, zeker. Het is allemaal goed gekomen. En ja, hij vond het zelf ook helemaal mooi, dus daar ben ik blij mee. Nou, Rutger die heeft zijn rupsmachine weer opgehaald. Milan die was er even bij, die heeft het ook gezien, dat is leuk. De buren zaten al te kijken. Vanaf het balkon inderdaad. We hebben de buren ook even laten zien en verteld wat er allemaal ging gebeuren. Dus helemaal top. Ja, zeker. Super, echt genoten. Dit was echt geniaal. Ja, oh mijn god. Die kentekenplaat van Daniel. Die is helemaal scheef. Ja, ik zie het. Zie je dat? Oh joh, die hangt helemaal scheef. Ik weet niet of je dat zelf al weet.
denk het wel. Volgens mij hebben ze ook een nieuwe lading zand weer, ja. Ja, daarom moesten ze er ook langs. Ja, het is maar goed dat we nu weggaan, want die auto's hier allemaal in die straat en zo staat allemaal in de weg eigenlijk. Want die vrachtwagen moet er elke keer bij. Oh, en dit is volgens mij een vrouw. Ja, dit is die vrachtwagenchauffeur, ja. Die heeft toen een keys bij ons geleverd en haar zoontje is helemaal fan van jou. Toen ben ik nog met haar op de foto geweest. Nou, echt? Ja. Hier, kijk die kentekenplaat van Daniel. Ik weet niet of je het zelf weet. Yo, bro! Jouw kentekenplaat hangt helemaal schuin achter. Ik weet het. Oh, oké. Okay. Hij zit aan de ene kant, hij zit al met twee van die pikkies. Volgens mij is één pikkie afgebroken. Maar ik probeer het te maken, maar ik krijg hem niet recht. Ah, oké, okay, maar dan weet je het in ieder geval. Oh, joh, we komen hier binnen bij mij thuis. En in één keer Daniel, die blijft daar zo staan met zijn handen achter zijn rug. Ik zeg, wat doe je? En toen zag ik in één keer iets, dacht ik, oh mijn god, ja. Want de hengels van mij en Daniel zijn uit de camper gejat. Ja. En ja, Daniel heeft nu iets nieuws gefixt. Kaboom! Oh my god, bro, dat is echt dik. En dit is mijn favoriete setje zelf. Dit is ook zo'n molen die zo glijdt als boter, toch? Ja, en deze hengel, dit is echt kinderlijk. Oi, oi, oi. Ja, want het is echt gewoon een tijdje geleden dat ik heb gevist. En ja, ja, ik ga nu natuurlijk een paar dagen weg naar New York. En ik, als je het niet erg vindt, neem ik deze niet mee naar New York. Nee, dat zou ik niet doen. Dat zou ik zeker niet. Ik zou ook niet weten. Kan je New York vissen eigenlijk een beetje? Ben je ooit in Amerika geweest? Nee. Oh. Ja, geland en... En toen weer door, ja, ja, precies. Moest ik wel trouwens serieus zo'n ding voor aanvragen, hè? Een vergunning, een visum. Een visum, ja. Ja? Voor 1 uur op de airport zijn. Echt? Ja. Terwijl je gewoon doorvlucht. Uit het vliegtuig, ja. Wauw, dat was... Ja, Amerika is echt streng, hoor. Wat Marjan en ik allemaal hebben moeten invullen en zo. En ja, vanochtend dus die test. We krijgen vanavond om 11 uur krijgen we dat te horen. Stel voor een van ons is positief. Nee! Ik ga hem even eruit halen. Even de hengelaarstest. Het is ook echt een super mooi hoesje. Daar moet je hem eigenlijk gewoon in bewaren. Ja, wat ziek. Ja. Echt nice. Revolution. Oh, evolution. Evolution. De revolutie. Revolutie. De revolutie der hengels. Maar gast, hoe vet was dat slopen net, jongen. Oh, zo'n schaal van 1 tot 10. Was dat, ja, toch wel een 10? Dan moet je toch 10. Een keer gedaan hebben. 100%. Ja, als ik ooit nog ergens iets kan slopen, dan laat mij maar weten. Ja. Ik kom wel langs slopen, hoor. Misschien niet zo georganiseerd. Maar net zoals in die videoclip van Miley Cyrus. I, ja, came in like a wrecking ball. Ja, of met een knopje, hè. Ja. Zo'n vuurwerkshow. Een dikke explosie. Oké, okay, kijk, ja, eens even. Boah, boah. Zo, hé. Hey. Ja, schatje, hier ga ik jou mee aan de haak slaan weer. Ja, of je geeft je hengel over aan haar en haalt ze hem binnen. Ja, dat is toen in Duitsland. Dat zou ook nog maar kunnen. Hij is wel echt super mooi. Maar zo eentje had je ook al, toch? Ongeveer, of niet? Nou, dit is de revolutie. Is dit een nieuwe? Dit is... Dit is evolutie. Dus ik ben van een Charmander naar een Charmeleon gegaan. Nee, dit is wel een Charizard. Oh, is dit een Charizard? Ja, en dan ook de zeldzame van $500,000. Oh, ik heb de Charizard. Dit is de Poison Adrena. Poison! Ja, dus eigenlijk is meer een Venusaur misschien. Ja. Oh, ik heb nog geen geduld om nu naar de keuken te lopen en een schaar te pakken. Nee, je moet gewoon slopen. Ja. Pak een sleutel. Wil je dat doen, schatje, sleutel? Nee, ik pak wel een schaar. Maar dan is weer gewoon te slim. Ja, lekker Daniel, lekker. Heb je hem al? Ja, we hebben hem al. Sleutel tot succes was dat. Even kijken, hoor. Oké, okay, er komt de hengelaarstest. Dit is de hengelaarstest, dames en heren. Oh, nou, er komt nu de test, nou, hè. Ik kan het ook zo doen, hè, zo. Als ik zo doe... Toverstaf. Avada Kedavra. We hebben een hengeltest. Ja! Ja! En? Ja, sick. Ja? Echt sick. Jij moet even echt die molen natuurlijk erop, ja, zetten. Ik heb een lijntje voor je erop gezet, maat. Oh. Kijk. Maak open. Hey! Oh, en groene lijn. Ja? Groene lijn. Ik wist dat je groene lijn zou willen. Ik kon kiezen tussen groen en grijs. Maar die groene zie je altijd goed. Ja, dat klopt. Fijn. Die groene is heel chill voor het vissen. Ik had laatst een zwarte lijn. Oh my god. Zwarte lijn? Ja, dat was toen ik in Duitsland was. Oh, die ene hengel. Je was de verkeerde kant op aan het draaien. Ja, maar ik doe het helemaal niet goed. Of die moet... Ja, zo. Ja. En dan gewoon alsof je draait. Nee, ja, zo. En dan... Ja. Zo. Oh, nee, nee. Echt goed. Oh ja, ja, nou ja, nu zit hij vast. Nou, lekker, deze, maat. Deze ertussen. Ja, je kan de molen ook los bewaren dat je de hengel altijd in zo'n hoesie doet. Hoesie? Hoesie? In hoesie. Hoe is hij ermee? Ik wil even gewoon weten hoe dat is zo. Oh, bofkom ben ik. Zwieptiest. Ah, dit is hem, hè? Ja, dit is hem, hoor. En, als boter? Ja, als boter. Als boter. Lekker. Ja, ik ben heel blij mee, dankjewel, man. Ja. Echt goed geregeld, echt heel tof.
Ja, als ik terug ben, dan ga ik dit als eerste weer gebruiken. Zeker. Duurt dan wel even, maar... En dan het liefst gewoon samen met jou weer natuurlijk. Ja, natuurlijk. Gaan we regelen, jongen. Hoppakee. Ik ben eventjes snel op de scooter geweest. En ik dacht, ja, bezorgen. Het is om de hoek. Dus even pizza opgehaald. Lekker! En ik kwam ook met de scooterhelm kwam ik naar binnen en zei... Zo, kom je een dagje meewerken? Ik zei, had zo gekund. Ik heb de scooter, alles. En ik heb de ervaring. Ik heb vroeger ook pizza's rondbezorgd. Maar ik heb een pizza 50-50. Ik heb een pizza party pepperoni en een pizza Hawaii. Super lekker. Je hebt een bacon ham. Wow. En je hebt de pesto... Veggie. Lekker hoor. Het is makkelijk. Het is makkelijk. Pizza smikkelen. Zo, dames en heren. De laatste voorbereidingen. Want morgen is het al zover. Dan worden wij weggebracht. En dan gaan wij naar New York. Voor de eerste keer naar Amerika. Zoveel zin in. Amerika en alle pekela. Oké, we hebben hier de koffer. Er zit mijn laptop in, mijn oplader. Daar hebben we de grote koffer. En we gaan niet veel meenemen. Want ik heb wat tips gekregen van mensen die een keer in Amerika zijn geweest. En die zeggen, het is bijzonder, het is gaaf. Veel winkels en je gaat van alles kopen. Tenminste, je wil waarschijnlijk ook van alles kopen. Dus we gaan niet te veel meenemen. Ja. Ik denk echt heel erg beperkt. Maar goed... Natuurlijk wel even onderbroeken, knolpauwonderbroekjes, knolpauwzakjes en dan gewoon een paar kleine kleren of weinig kleren en dan zijn we eigenlijk al klaar. Ja, nou dat zit er allemaal in. En we hebben hier natuurlijk schoenen die we meenemen en een chill tasje en wat petjes en dan prima. 8 dagen in totaal. Ja, 8 dagen. Dus op zich valt het mee aan de ene kant. Want ik denk dat de tijd heel snel voorbij gaat. En we gaan morgen even uitleggen hoe het een beetje zit met de tijd. Natuurlijk ga ik mijn best doen om elke dag de vlog om 4 uur online te krijgen. Want de tijd is wel een beetje verschoven. Er zit tijdsverschil in. Maar dat zal ik wel allemaal uitleggen hoe we dat gaan doen. Maar dat wordt in ieder geval super leuk. Dus we gaan nog even een paar kleine dingetjes toevoegen. En dan gaan we gewoon ervoor zorgen dat alles al klaar staat. En dat we morgen lekker rustig kunnen opstaan. En dan gewoon... lekker richting Amerika kunnen gaan. Dus dat wordt er morgen het eerste reisdagje. Dus voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben echt, echt super blij dat we nog even wat aan de woning hebben kunnen doen. Qua slopen. Echt heel erg fijn. Oh ja. En je wilt niet weten hoe het eruit komt te zien als we terugkomen van New York. Ja, dat sowieso. Ja. En onze testuitslag was negatief. Ja, heel erg nice. Die hebben we net binnengekregen. Testuitslag is negatief. Ja. Voor allebei. Dus dat betekent dat we gewoon lekker op pad kunnen. Zonder enige problemen. Althans, daar gaan we vanuit. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even de duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.